We maken deze som over een elektrisch schema met daarin 4 op-amps. En we moeten dat schema vertalen naar een printlayout. Nou, daar is een bepaalde vertaalslag voor nodig. Je ziet hier dat het IC getekend is in symbolen. En het IC zelf heeft natuurlijk deze vorm. Dus je kunt niet zomaar van de ene tekening naar de andere overgaan. Bovendien zitten in dit schema kruisingen in de bedrading. En als je die kruisingen hierin zou maken, dan is er natuurlijk sprake van kortsluiting. De opdracht hier is dat we deze layout afmaken, deze printplaat afmaken. En met name rondom R9, R10, R11, R12 ontbreken er allerlei sporen. Die zijn gewoon niet aangesloten. Laten we eens even kijken naar R9. En die zoeken we eerst terug in het schema. Nou, R9 staat hier. En R9 is verbonden aan de ene kant met de kathode van L1 en aan de andere kant pin 2 van het IC. De ene kant de kathode van L1. Dat is die of die, dat weet ik niet. Dus ik ga eerst maar even naar de andere kant kijken. De andere kant is pin 2 van het IC en die zit hier. Dit is pin 1. Hier zie je het nokje van het IC. Dus in ieder geval moet R9 aan pin 2 zitten. Is dat nou deze of deze van R9? Nou, bij een weerstand maakt dat niet uit. Die heeft geen richting. Dus we pakken logischerwijs de kortste. En dat is dan dit spoortje wat je daarvoor neerlegt. De andere kant van R9 zit aan de kathode van L1. En we zien dat de LED's allemaal aan elkaar hangen met de anode via deze voedingslijn. Dan gaan we kijken in de layout waar de LED's aan elkaar zitten. Dat is deze doorlopende baan. En dat is steeds de bovenkant van de LED. Dat is dus de anode. Dat betekent dat dit de kathode moet zijn waar R9 aan moet zitten. Dus die sluit ik aan. R10 doen we ook nog eventjes. R10 zit hier. Zit aan de kathode van L2 en zit aan pin 1 van het IC. De kathode van L2. En pin 1 van het IC. En zo kun je doorgaan tot je hem helemaal af hebt.